Hoe gaat het rijden? Best goed. Ik ben bij Maya en bij Astrid geweest. Oh ja, goed zo. Been mooi lang houden. Zo ja. En let meteen een klein beetje op je duim, hè. Goed zo. Daar mooi voor je houden. Voelen dat je daar aan allebei die kanten mooi los en soepel bent. Zo ja. En zelf ook vooral, kijk, je laat je teugel niet los. Je zoekt wel verbinding, maar maak het daar soepel en zacht. Zo ja. En jij geeft daar ook die souplesse door, hè. Jij geeft die losgelatenheid door. Goed zo. Draaf je daar zo lekker uit aan. Mooi licht is ze dan zo, hè? Ze geschoren is. Hele goede overgang, super. En jij bent alleen maar daar met die twee teugels voelen. Is ze soepel in twee mondhoeken. Daar is ze mooi zacht, gebruik mooi de hoek. Gaat ze te hard, vang je het op in je zit. Maak je jezelf mooi lang. Zo, alleen maak je het boterzacht. Je zorgt dat ze niet aan je kan leunen. Het is ook niet onrustig, hè? Het is niet dat je alleen maar friemelt om het los te maken. Zo, ja. En dan ga je daarin lekker veel schakelen. Een keertje terug, langzamer licht rijden en weer naar voren. En in eerste instantie doe je alles kleine beetjes, dat je het kunt controleren en dat ga je steeds meer uitbouwen. En als je zegt, nou, ze is echt een beetje stijf aan één mondhoek, mag je daar best een keer wat stelling vragen. Hè? Maar dan hou je daar die stelling ietsje aan, totdat ze daar ook echt mooi loslaat. Goed zo. Opvang in je zit, om je binnenbeen heen, voor je uit soepel maken. Opvang in je zit, totdat je weer voelt ze ontspant. Ze maakt de passen mooi af. Heel goed. Echt die hoek meepakken, dat je ze daar ook echt het best laat doen in die hoek. Goed zo, maak jezelf goed lang. Duim weer mooi bovenop. Goed zo. Braaf, braaf, braaf. Goed, geef niet. En dan galoppeer je weer naar die roze. En dan weer naar die bruine. Braaf. Steeds weer de druk eraf. Soepel. Heel zacht in je vingers zijn. Zacht in je vingers. Ja, goed zo. Geef niet. Voltetje. Draaien. Sturen en los. Sturen en los. Sturen en los. Ja, geeft haar niet de gelegenheid om aan je te hangen. Zo, ja. En ze wordt vanzelf moe. Zo, draaien, sturen en los. Simpel. Wachten. Goed zo. Geef niet. Zo, daar. Lekker zitten. En dan kom je weer naar die roze en dan weer naar die lichte blauwe. Daar, voor je uit. Heel zacht, die mondhoeken. Ze kan niet trekken, want je trekt ook niet aan haar. Zo, ja. Opvangen. Zelfs hier. Ze mag niet aan je hangen. Heel goed zo. En ook in zo'n lijntje geen haast, hè? Ja. Rustig aan, je hebt de tijd. Je hoeft er niet tegenaan te rijden. Kijk, zij heeft natuurlijk een tijd gehad dat ze niet wilde springen. Ja. Maar nu wil ze heel graag. Dus dan moet jij nu niet denken, ah, ik moet er overheen. Nee, nu kun je denken, rustig maar, meisje. En tuurlijk moet ze wel voorwaarts, ze mag niet achteruit gaan galopperen. Maar op het moment dat je voelt dat zij er naartoe wil, hoef je daar alleen maar aan te blijven rijden. Ja. Hoef je niet nog meer energie op te wekken. Want dan krijg je een beetje van die overenergie. Ja. Goed zo. Heel goed. Echt even goed een rondje zo stappen. Goed zo. En zo net een beetje, die teugel mag niet strak en niet los. Gewoon net een beetje zo zacht. Zo. Ja, daar. En blijf mooi tellen. Rustig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Super gereden. Heel erg mooi. Let heel goed op die linker teugel, hè. Dat je niet op elke sprong net iets de neus naar links vraagt. Dus dat ze mooi los blijft. Tuurlijk moet ze voorwaarts galopperen. Ze hoeft niet als een dressuurpaard te galopperen. Maar soepel, door het lijf. En dan is ze ook in staat om mooier te springen. Goed zo, goed gereden zo. Hartstikke goed, lekker uitstappen. Ik heb een springles gehad. Het ging best wel erg goed. Het was alweer even inkomen en we waren wat fris, want we hadden wat minder gereden. Maar uiteindelijk is het hartstikke goed gegaan. Nu nog even uitstappen en dan lekker naar huis toe. Ivy is weer terug in haar stalletje. Wij zijn nu hier thuis en het regent. Maar morgen gaat de trailer naar Pessen voor zijn jaarlijkse keuring en poetsbeurt. Alleen ik wil hem altijd schoon achterlaten, want ik vind het smerig. Nou, hij is niet smerig, want ik maak hem altijd schoon, dat weten jullie. Maar ik wil hem toch helemaal netjes achterlaten. Maar het regent en nu moeten we dus schoonmaken in de regen. Dat is wel voor mij ook een nieuwe dimensie. Kijk, Tess is ook bezig. Die komt snoertjes brengen voor de hoge drukspuit. Ik vind het maar koud. Ik ben het toch maar veel zo gaan doen.
Bij Ivy op stal is het allemaal ietsje minder makkelijk. Dus nu zitten we nog met paardenpoep. Normaal doen we het natuurlijk op stal even uitvegen. Dat ging nu niet. Dus nu gaat het de groenbak in. Dus met Sophie. Je moet even wachten, want ik moet nog even dit wegvegen voordat je gaat soppen. Naar de deur. Kijk, de deur. Deze. En deze moet even uitgesopt worden. Maar ik moet eerst even dit wegvegen, anders wordt het alleen maar nat. Gooi het ook zo? Ja, als alle vlekken er maar uit zijn. En dan mag je daarna hier, kijk. Dan kan je het sop hier op gooien. Dan moet je het even met de bezem, moet je het even schrobben. Binnen en buiten is die weer schoon. Dus nu morgen aan de pesten. Ik moet om 4:30 mijn bed uit. Waar ben je, Jess? Daar. Vanmorgen om 5:00 zijn Jess en ik vertrokken vanuit mijn sluis. Om 8:00 in pesten te zijn. We hebben inmiddels even de trailer afgekoppeld. Ik heb om 9:00 een afspraak met Aniek. Het is nu 8:15. Dus we gaan even met ons Jessje wandelen. He? Ja, jij. Ik kon niet echt een parkeerplaats vinden, maar wel een bos. Kijk, bos. En dit ziet eruit alsof ik niemand in de weg sta. Dus ik dacht, nou, misschien mag ik hier wel even parkeren. En dan kan Jess... Ja, Jess en ik eventjes wandelen hier. Dus dat gaan we maar even doen. Ja, vrouw? Ja. Inmiddels in Pessen, bij de boer. En de trailer gaat de brug op, daar wordt die... nagekeken voor een onderhoudsbeurt, maar hij wordt ook heel keurig gepoetst weer. Nou, Jess en ik zijn weer in de auto, want vanuit de boer zijn wij naar Emst gereden. En daar staat Veronaatje. Dus we gaan even kijken hoe het met haar is. Ik ben heel benieuwd, we kunnen tot 12:00 terecht, het is 10:45, dus tijd zat. En ja, ik ben echt heel benieuwd. Kijk, hier zijn alle andere pensionarissen. Maar zij staat op de andere wei, dus we gaan even kijken. Nou, dat wordt nog even zoeken. Want je denkt natuurlijk niet dat ze hier voor het ontvangstcomité staat. Je staat gewoon ver weg ergens in een weiland. Ik ben blij dat ik mijn stalschoenen... Laat los, gadverdamme, los! Nee, los. Laat los. Nee. Moet ik er doorheen? Hier kunnen we er doorheen. Nou, ze staan op de wei. Deze wei is afgesloten, dat snap ik, want hier is het drek. Maar daar is ze. Dus ik moet even onder de stroom naar door. Heleboel grasjes. Kom. Jess, hou eens op met al die poepen snaaien. Hoe zou het met haar zijn? Met mijn kleine paardje. Ik hoop niet dat ik zo terug moet. Ik wil eigenlijk op een andere manier terug. Dit was wel echt een survival of the fittest. Hallo vrouw. Dikkie, wat ben je dik? Je moet anders doen met je leven. Wat ben je dik, vrouw? Nee, schiet op. Nee, nee. Ja, ik vond het heel leuk een vrouwtje weer even te zien. Volgens mij vond ze het ook leuk om hooi te zeggen. Nou ja, niet eens naar mij, want alle paarden kwamen wel hooi zeggen. En dat was het. Dus ik denk dat ze het prima naar de zin heeft. Niet per se meer op mij zitten wachten, maar dat had ik ook niet verwacht. Als ze maar voer hebben. Ik vond het fijn om te zien dat ze zo dik geworden was. Ik had eigenlijk verwacht dat ze te dun zou blijven. Maar nee dus, ze doet natuurlijk ook niet heel veel en krijgt heerlijk veel grasjes en hooi. En ja, dingen die paarden lekker vinden. Staat lekker in de groep. Ja, ik kan er niet meer over zeggen. Ze staat goed. En mij heeft ze niet meer nodig. Tess ook niet. Ze moest natuurlijk wel even naar Jess kijken. Jess heeft ook geleerd wat schrikdraad is. Nou ja, dan moet je maar naar me luisteren. Dat helpt ook. Dus ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dus ik ga naar de volgende afspraak. En dan gaan we eind van de dag de trailer weer halen. Het is wel heel mooi hier, jongens. Ik ga ook nog even wandelen met Jess straks.